Goedenavond allemaal. Welkom bij de nieuwe uitzending van Duo Vierhanden Live. Vanavond in de mooie kerk van Tholen. En wederom doen we het samen met Jolanda van de Weeg op de panfluit en Marijn van de Haven. Die zingt voor ons. Ja, en dat zijn unieke talenten. Unieke talenten van de velen, want we hebben heel veel talent al voorbij zien komen. Dat is gelijk een mooi bruggetje misschien, want we hebben laatst natuurlijk zo'n concours gehad. En dat was best wel een succes, ondanks dat het een hele aparte tijd was, dat we niet heel veel konden doen. Maar dat was echt leuk en ook zeker de muzikaliteit. Dat was echt een behoorlijk niveau. Dus we hebben gezegd, nou, weet je wat, het is wel net geweest, maar laten we alvast weer een aankondiging doen. Dat mensen kunnen zich weer inschrijven om Beleven en Welzijn volgend jaar, 2021, weer mee te doen met het concours. Ja. Er zijn zoveel reacties al gekomen. Dus ik zou zeggen, inschrijven via interclassicmusic.nl. Daar zie je een kopje staan over het concours. Dus als je zegt van nou, hey, leuk, ik doe mee. Er staat ook de informatie, dus zeker aanmelden. En we krijgen natuurlijk weer van allerlei muzikale dingen vandaag in de uitzending. Met onder andere dus Marijn en met Jolanda. En op het orgel. En een aantal prachtige Verdamorgel. Ja, heel mooi. Heel veel kijkplezier en we zouden het heel erg op prijs stellen als u een donatie wilt geven. En dat kan via de link die bij het filmpje staat. En een duimpje. Het duimpje voor YouTube, zeker weten, van onze beide kanalen. Heel veel kijkplezier. Thank you.
Nou, ik heb naast me de opnameman staan en de videoman, Chris Slager. Chris, waar kom jij eigenlijk vandaan? Ik kom uit Dordrecht en oorspronkelijk uit Zwijndrecht. Daar ben ik geboren en getogen, zeg maar. En je woont nu in Dordrecht? Al heel lang in Dordrecht. Al heel lang, ja. Ja, mooi. Hey, wat heb je, want je hebt een liefde voor camera's, voor opnemen. Hoe is dat zo bij jou gekomen eigenlijk? Althans, ik mag aannemen dat je het leuk vindt om op te nemen. Ja. Ja, ik heb natuurlijk, ik ben altijd werkzaam geweest in de automatisering. Contractmanager ben ik altijd geweest. Mm-hmm. En tijdens de financiële crisis werden alle mensen boven de 55 jaar, die werden zeg maar ontslagen, waaronder ik. Maar met een hele goede regeling. En ik deed al van alles op geluidsopname en versterking. En daar ben ik toen verder mee gegaan in die periode dat ik geen werk meer had. Toen ben ik nog theatertechnicus geworden een tijdje, voor klassieke muziek met name. En toen ben ik ook begonnen met opnemen. En ik moet zeggen, dat is heel erg leuk. Ja, en dat doe je ook ontzettend goed. Ja. En toen in dat theater, toen kwam je opeens Peter tegen of zo. Of waar ben je die tegen? Nou, volgens mij was er een keer een opnametechnicus die uitviel in de Trinitatiskapel in Dordrecht. Ja. En toen zei de koster, nou, ik weet nog wel iemand die dat ook kan. Nou, toen ben ik in contact gekomen met Peter en zo is dat gekomen. Dat is leuk, ja. Hey, en wat vind je nou specifiek leuk aan muziek opnemen? Nou, het is natuurlijk een vak apart. Er komt heel veel technische know-how komt erbij kijken. Microfoons, de opstelling van de microfoons, noem allemaal maar op. Ja, misschien wel leuk even voor de kijkers. We pakken er even zo'n microfoontje bij. Want mensen zien natuurlijk allerlei uitzendingen met allerlei microfoons en paaltjes. Maar dit kost ongelooflijk veel geld. Ja, dit zijn de beroemde Neumannen. Hè? Dat zijn, dat zijn microfoons, hè? Geen mensen. Nee. Ja. Maar dat zijn eigenlijk zo'n beetje de beste microfoons die er zijn. Ja, je hebt natuurlijk wel high-end, die zijn nog drie keer zo duur. Maar wat maakt deze microfoon dan zo speciaal? Een heel helder geluid. Het is gewoon, wat ik precies zeg, een fantastisch geluid geeft hij. Komt dichtst bij de werkelijkheid. Zeer nauw bij de werkelijkheid, ja. En dan hebben we nog een speciale zangmicrofoon voor een groot membraanmicrofoon, ook van Neumann. Ja. Voor de zang die we straks gaan zien. En we hebben natuurlijk voor microfoons die we hier in onze handen hebben, de draadloze. Nou, zo heb je allerlei soorten microfoons voor het betreffende werk wat je moet opnemen. Dus het is niet zomaar even een tas pakken, spullen bij elkaar zoeken en gaan? Nee. En dan komt daarna natuurlijk het natraject van het nabewerken van de opname in de studio. Ja. Nou, dat is ook nog een heel werk. Ja, en zeker met ons als muzikanten, denk ik. Ja. Knip en plakwerk. Knip en plakwerk, ja. Hey, maar Chris, wij waarderen je enorm. En we zijn heel blij dat je zoveel voor ons wilt doen. En daarom is het ook leuk, zeg maar, om een keer zo'n gesprekje te hebben. Okay. Dat de mensen ook zien van, hey, wie is nu precies Chris Slager? Ja, okay. Hey, dankjewel man. En we gaan weer verder kijken. Prima. Goedemiddag Peter. Als er nog ruimte is om een verzoeknummer aan te vragen voor jullie uitzending op de zaterdagavond. Misschien is het mogelijk om namens het bestuur van het Walgers Mannenkoor een lied aan te vragen voor de mannen van ons koor. We hebben regelmatig Er is een God die hoort gezongen. J. Pel, G.B. Stebbins, bewerking Jan de Graaf. Misschien kun je dat eens spelen voor hen. Alvast bedankt. Hartelijke groet. Ferdinand de Landmeter, secretaris Walgers Mannenkoor. Website www.walgersmannenkoor.nl.
Ik sta hier naast dominee Kees van Velzen. Kees, we kennen elkaar al een tijdje. Ja. Geboren in hetzelfde dorp. Krabbedieke. Ja. En zo staan we ineens hier in deze schitterende kerk van, van Tholen. Ja. Hoe is het met je? Ja, goed. Heel goed. En ik wil even dit zeggen natuurlijk. Jij heet Van Belzen van Jachten, maar ik Van Velzen. Ja, één letter. Zelfs dat scheelt maar één letter. Dat is, ja, bijzonder. Zeker ja, het is bijzonder om hier te zijn trouwens. Ja. Ik zat er net te bekijken hier. Zo. We zitten hier echt in een basiliek. Hè? Ja. Dat vind ik zo mooi. Omdat je dan dus ziet, je ziet eigenlijk de ramen op de hoogte waarop je naar buiten kunt kijken, de bomen kunt zien. Ja. He, dus dat is een soort symbool van het alledaagse leven. Maar als je hoog kijkt, dan zie je er ook weer ramen waar het licht naar binnen valt. Ja. Het schijnt speciaal te zijn voor een basiliek om Gods koninkrijk te laten zien. En hoe je als gelovige erin staat, dat je dus leeft op dit niveau, zeg maar, weet je wel, dat je naar buiten kijkt. Maar dat je door Gods genade, dat het licht van zijn koninkrijk op je leven valt. Dus ik vind zo'n kerk, mooi. Dus ik vind het erg mooi om hier te zijn in Tholen, op Tholen. Absoluut. Hey Kees, wat mij altijd opvalt, althans ik hier nu een aantal jaar, en dat jouw interesse is niet zeg maar alleen maar op één gebied, maar dat gaat zo breed. Ja. Je weet van ontzettend veel onderwerpen iets af. Hoe komt dat zo, dat je zo, zeg maar, zo breed bent als het gaat om informatie? Als ik iets vraag over een microfoon of over een camera, dan weet je daar ook nog iets over te vertellen. Nou, dus, dank je wel. Dank je voor het compliment. Ja, ik vind eerlijk gezegd de tijd waarin wij leven, vind ik zo ongelooflijk boeiend eigenlijk. Maar misschien, als ik erover nadenk, dan heeft het ook al een beetje met mijn inmiddels overleden vader te maken, die zich ook voor ontzettend veel in dingen interesseerde. Die was ook een fanatiek kruiswoordpuzzelaar en zo ben ik eigenlijk nooit gekomen. Maar hij wist heel veel en ik heb het een beetje van hem, interesse in heel veel dingen. En eerlijk gezegd, er is eigenlijk bijna niets wat mij niet zou interesseren. Ik vind het ontzettend interessant. Plus, ik denk ook, weet je, dat ja, ik hou van mensen. En ik denk, ja, wat bedoel je daar nou mee? Maar ik vind het ook leuk om allerlei mensen te ontmoeten. En dan vind ik het mooi om daar ook van te leren, weet je wel. Om meer te weten van mensen. En ook om, daar weet ik iets van. Of mooi om daarover te kunnen spreken met elkaar. Mm-hmm. Dus ja, ik vind het leven, ja, vooral het leven met de Heere God, maar vind ik heel boeiend en heel interessant. Ja, mooi. Hey, ben je zelf, dat je merkt aan jezelf van, hey, de afgelopen jaren, nou ja, iedereen wordt wat ouder. Je krijgt wat levenservaring. Uh-huh. Mensen kunnen zeker in deze tijd behoorlijk uitgesproken denken. Ja. Kunnen behoorlijk opstandig worden om bepaalde dingen. Ja. Merk je aan jezelf dat je, zeg maar, naarmate je wat ouder gaat worden, dat je bepaalde zaken anders gaat denken of juist stelliger kunt zijn? Goeie vraag, Joost. Ik denk dat het met name dat laatste is. Ik ben heel erg bewust van waar ik grootgebracht ben, wat mijn achtergrond is. Mm-hmm. Gereformeerde gemeente in Krabbedieke, we zeiden het al. En ik vind het ook mooi om te zien dat in de Bijbel wordt gesproken over dat je datgene wat je is toevertrouwt, mm-hmm, dat je dat ook zo vasthoudt. Yeah. En ik ben dus eerlijk gezegd meer bewust geworden van mijn fundamenten, van mijn diepste wortels. Yeah. En ik zei het al, ik vind die tijd waar we leven heel erg interessant. Maar tegelijkertijd zie ik dat een samenleving van zijn ankers kan losraken. Ja. Dat zie ik onder andere gebeuren. Ja. En dan denk ik, wacht even, dat oude evangelie, maar dat leven met de Heer Jezus Christus is compleet nieuw. En dat is het enige wat werkelijk perspectief biedt. Ja. En misschien zit er ook wel achter dat als je met mensen spreekt, hè, en je vraagt naar de zin van het leven. Ja. Er is pas een heel boek over verschenen door een journalist van de Volkskrant. Mm-hmm. Wat zeggen mensen? Ja, relaties, dat je goed gezin hebt of wat dan ook of zo. En hoe belangrijk dat is, zeker natuurlijk. Maar er is wel even wat meer. En ik zie dat de Bijbel, het evangelie, de enige, letterlijk echt de enige antwoorden zijn op het waarom zijn we hier, waar gaan we naartoe? En dus nee, ik ben daar eigenlijk alleen maar meer van overtuigd geraakt. En hoe ouder ik word, denk ik, hoe meer ik ervan overtuigd raak. Ja, ja. Tegelijkertijd vind ik het belangrijk, Joost, om in de tijd waarin wij leven te beseffen dat als je met mensen ook soms discussieert of het oneens bent, dat het is niet een strijd tegen vlees en bloed, hè, tegen overheden en machten. Mm-hmm. Ik vind het belangrijk om van mensen te houden, mm-hmm, maar wel echt ook hun soms bizarre standpunten, mm-hmm, in het kader van het licht van God is, mm-hmm, om daar toch wel een goed gesprek over te, en soms een heel stevig gesprek over te kunnen voeren. Ja. Hey, merk je dat losraken van de ankers en misschien wel van de diepste intentie van het evangelie,
dat ook binnen de kerken wat meer losraakt. Ja, en daar zie je natuurlijk aan de ene kant, dat zie ik ook trouwens bij verschillende jongeren, dat die juist kiezen voor de radicale standpunten. Maar dan het woordje radix betekent, waar het woord radicaal vandaan komt, betekent letterlijk je wortels. Hè? Dat ze dus juist radicaal zijn in het volgen van de Heer Jezus Christus. Mm-hmm. Maar ik zie ook bij een aantal mensen dat ze dan ineens gaan nuanceren. Ja. En ik denk, dat is voor mij een beetje een thema waar ik ook al over spreek, dat is het thema beproevingen. Elk mens, en ook een gelovige, ook juist gelovige mensen, volgelingen van de Heer Jezus, door zijn genade behouden, krijgen te maken met beproevingen, krijgen te maken met dingen die anders lopen dan je gedacht had. En dan is het diepe besef dat wat er ook gebeurt, dat je op hem je geloof bouwt. Hè? Mm-hmm. Maar dan zul je niet wankelen, dan ben je die verstandige persoon die op die rots bouwt. Ja. Maar ik zie ook mensen die in het vuur van de beproeving wegvallen. En dat vind ik echt oprecht een van de meest smartelijke dingen dat gebeurt. Want mensen, ik ken ze die ooit vurig van geest waren. Op een bepaald moment, ja, ach ja. En ik zie ze er nooit en maar dan ook nooit beter van worden. Integendeel. Nee. En dat is natuurlijk, kijk, als je dat door Gods genade, drie zonen, die alle drie behoorlijk heel verrecht van het evangelie geweest zijn, maar die ook alle drie door zijn genade teruggekomen zijn. Ja. Weet je, en daar ben ik zo dankbaar voor. Maar ook als mensen die ook deze uitzending meemaken, weten van in je eigen gezin hoe smartelijk dat is. Of misschien met je kleinkind of je kleinkinderen. Ja. Blijf daarvoor bidden. Ja. Je wordt er nooit beter van als je weggaat bij de Heer Jezus. Nee, en zeker dat we van heel vaak, en ik betrap mezelf daar ook met regelmaat op, het gaat heel vaak over van, wat vind ik? Of wat denk ik? Ja. Maar dat in principe, en dan zie je ook weer dat de Bijbel zo actueel is. Ook als het gaat om deze gekke tijd en een pandemie en weet ik het wat. Mm-hmm. Maar dat er ook staat, er is niks nieuws onder de zon. Precies. En ten diepste moeten wij als christen misschien ook helemaal niet zo bijzonder reageren als we zien wat er gebeurt. Ja, nee, het is mooi dat je dat zegt. In Lucas 21 zie je dat als al die dingen gaan gebeuren, van pandemie, er wordt letterlijk gesproken over pandemie en over tekenen aan de hemel, hè, asteroïden, meteorieten, en dan staat er van, eigenlijk staat er letterlijk dat de Heer Jezus zegt, als deze dingen beginnen te gebeuren, nou, ik denk dat we het begin zeker al hebben meegemaakt, en dat dan zegt hij letterlijk, ga staan zoals wij hier nou staan, en dan zegt hij, hef je hoofd omhoog, want je verlossing komt eraan. Ja. Dat vind ik, dat is volgens mij heel aantrekkelijk voor de wereld om ons heen. Die zegt, jongen, ja, we moeten het. Ik doe het bijna van, je doet bijna al dit. Nee, ga rechtop staan. Hef je hoofd omhoog. Ja. Daar ben ik zo blij. En dan ben ik toch wel een beetje jaloers op jou, hoor, broeder van Belzen. Dat jij zo fantastisch kunt spelen. Ik kan dat niet, hè. Ik kan helemaal niks op een orgel of een piano. Ja, jij wel. Dat zeg je nu, maar als ik jou hoor praten, word ik ontzettend jaloers hoeveel jij weet. En hoeveel je van dingen. En ik kan uren met je praten, Kees. Ja. En ik vind het altijd zo fijn om je wekt een soort van jaloezie op, weet je wel. Dat vind ik mooi aan je. En ook als ik je buitenom nu dit interview, maar andere interviews bekijk, dat inspireert. Dus dan zie je dat het mooi is. Van, je zegt, ja, ik kan spelen, maar dan zie je dus dat dit, ontzettend mooi. Daar geniet ik enorm van. Ja. En ik weet dat mensen zo raakt, weet je. Dat God, ik sprak letterlijk gisteren met een islamitische jongen, Marokkaanse jongen, die zei, ja, wij zingen niet, zei hij. Ja, wij zingen wel. Weet je, dat vind ik zo mooi. Hè? Dat heeft God ons gegeven. Ja. De joodschristelijke traditie, daar wordt gezongen. Daar wordt gemusiceerd. Ja, dat eer van God. We moeten blijven zingen. Absoluut. Ja, ik ben er echt van overtuigd van, zolang de wereld zal bestaan, blijven we zingen. En zelfs nadien. Ja. Mooi, hè? Tot aan eeuwigheid. Zeker weten. Door zijn genade. Kees, ontzettend bedankt. Ik zei net al van, ik kan uren met je praten. Dankjewel, Joost. Maar misschien moeten we dat nog eens een keer gaan doen. Ik mag je geen hand geven, maar dankjewel. Maar ontzettend bedankt, Kees. Okay. Vandaag.
Marijn, wat heb je weer prachtig gezongen net. Ja. En je ziet er ook ontzettend leuk en mooi uit. Je hebt een Urke pak, hè, denk ik. Of is het een Zeeuws pak? Een Urke pak. En dan kom je er zo bij, een Urke pak. Ja. Dat vind je mooi. Ja hoor. Ja. Want je hebt een cd gemaakt. En met een Urker ook, hè? Ja, zeker. Dat is? Piet Baarsen. Piet Baarsen, de sterkste man van Nederland. Ja. En de cd heet? Marijn, de Zeeuwse Urker zingt. Kijk eens aan. Je hebt iets met Urk en met Zeeland. Dus vandaar dat je in dit pakje loopt. Zeker. Leuk zeg. Ja. Kun je hem even overhandigen? Je hebt zangles van juf? Marlotte van het Hof. En heb je daar al lang zangles van? Ja, sinds 2016. Zo, dat is al een jaar of vier. Ja, zeker. En die is misschien wel een beetje trots op jou. Of jij op haar. Ja, ik ook zeker op haar. Ja, ja. Ja. En je hebt de cd, die is te zien de mensen nog niet, die staat hier op die standaard. Mm-mm. En die wil je gaan overhandigen aan de. Ja. Oké, okay. Zullen we dan vragen of ze naar voren komt? Hey. Hey. Hallo. Zal ik de microfoon geven? Dat mag. Zo, wat een bijzonder moment om hier te staan. Ja. Ja. Je hebt iets heel moois voor je liggen, zie ik. Ja. Die wil je speciaal mij overhandigen, begrijp ik. Ja. Ja. Kijk. De eerste cd. Dank je wel. Wauw. Marijn, de Zeeuwse Urker zingt. Ik zal hem even laten zien ook. Prachtig. Ja. Nou, die ga ik lekker beluisteren. Hartstikke blij mee. Dank je wel. Ja, alsjeblieft. En lekker door blijven zingen, hè? Zeker. Goed zo. Mag ik dan wat aan je vragen? Aan de juf? Mag wel, hè? Mag. Hoe is dat zo met Marijn op zangles? Dat is altijd een heel feest eigenlijk. Want ja, je bent gekomen toen je zeven jaar oud was. En het mooiste eigenlijk, vond ik toen je bij mij kwam, is je heldere stem. En dat zijn we echt gaan ontwikkelen samen. En vooral om de hoogte te blijven creëren in je stem. Maar ook, langzamerhand, ook een beetje de laagte. Zodat je een groot bereik krijgt. Ja. En waar werk je dan aan, met name? Met name inderdaad zijn bereik. Ja. En zijn zangbereik. Interpretatie van de liederen die je zingt. Dat we goed kijken naar je houding, hoe je staat. Ja, noem maar op.
eigenlijk. Ademhaling. Ademhaling. Ja. Je bent zelf beroeps. Dat klopt, ja. Ja, zelf. Misschien wel leuk voor de mensen om wat te vertellen wat je dan doet in het dagelijks leven. Ja, zelf ben ik klassiek zangeres. En ik geef ook onder andere les in het voortgezet onderwijs. Dus ook nog als docent voor de klas. Voornamelijk uitvoerend bezig. Barokensemble, oratoriumgebied. Dus verschillende liedgenres eigenlijk. En dan solistisch bezig. En je geeft zangles. Ja, en zangles nog, ja. En je hebt ook een website dat mensen... Ja. Heel veel mensen komen als naar me toe. Ik woon ook in Zeeland, net als jou. Die zeggen, weet jij nou een goede zangdocent? Ik zit altijd een beetje met een mond vol tanden. Dus ik denk van nou, voor de mensen die het graag willen, die kunnen zich misschien via je website aanmelden. Dat mag altijd. Ja, dat kan via marlottevanhethof.nl. Leuk. Ja. Goedenavond Peter en Joost. Wat fijn dat jullie die online concerten geven. Mijn man heeft een gehoorbeschadiging, waardoor hij overgevoelig is voor hard geluid. Hij kan dus nooit een concert of kooruitvoering, ik ben lid van het Walgers Jongerenkoor, bijwonen. Thuis kun je het geluid zo zacht zetten als je zelf wilt. Zondag 11 oktober hopen we 25 jaar getrouwd te zijn. Onze trouwtekst is Psalm 134 vers 3. De Heere zegene u uit Sion, hij die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Willen jullie deze psalm voor ons spelen? En misschien is er ook een solist die mee wil zingen. Bij voorbaat dank. Hartelijke groeten Maya Houtenkamer. PS, ook groetjes onze kinderen die elke uitvoering meeluisteren. De muziekstukken die mama leert zingen, kunnen zij ook zingen. Thank you.
Nou, het zit er weer op. Bedankt voor het kijken. Het was weer een feest om hier te mogen zijn. En dit was een van onze laatste gewone neutrale uitzendingen. De komende weken gaat u kijken naar kerstuitzendingen. Zowel instrumentaal als met koren. En weet jij daar nog wat over te vertellen? Nou, het is wintertijd. Dus dan krijgen wintertime. We donkere tijden. Ja. En dan is natuurlijk zeker met kerst de tijd met allemaal mooie en bekende kerstliederen. Ja. Dus daar komt er zeker nog wel een aankondiging over. Dus blijf zeker kijken en we gaan door. Dus als u ons daarmee ook wilt steunen met een donatie en natuurlijk een duimpje op onze beide YouTube kanalen. Dan gaan we zeker door en dan kunnen wij met volle moed ook beleven wel zijn volgend jaar weer verder. Zolang het op deze manier moet. Maar we blijven zeker spelen. Dus heel veel dank voor het kijken. En hopelijk tot de volgende keer. Fijn weekend. Doeg.